Goeiedag mensen, en dat zijn we weer. Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en we gaan even boodschappen halen. Ik heb honger, Manon ook. Maar we hebben niet echt ontbijt in huis. Dus ik ben de Sjaak vandaag. Ik ga eten klaarmaken, maar eerst gaan we richting de supermarkt. Mijn boodschappenoutje voor vandaag. Ja toch. Slodder. Versnellen Jelle. En dan kunnen we gaan. Migado. Het is maar 8 graden vandaag. Ik dacht dat, het is koud man. Jongen. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik heb een beetje glitters op mijn gezicht. Ik had zomaar een crème van Manon gepakt in de haast. En nu zie ik het allemaal glitter. Glitter en glamour op mijn gezicht. Probleem. Kijk, dit is dus mijn probleem. Als ik op pad word gestuurd om boodschappen te doen. Alleen maar lekkere dingen neem ik mee. Jongen. We zijn weer thuis en ik ga van die verrukkelijke pannenkoeken maken. Mijn pannenkoeken zijn sweeties en het lekkerst. Serieus. Laten we snel beginnen, want mijn maag maakt gekke geluiden. Eng. Nou, she's me. Zij had mij verlaat, Zij wou niet met me praten, Maar ze ziet wat op maat. Denk ze terug aan die dag. Je wil ze vallen, want ze ziet de situatie. Het eten is klaar en ik besef nu pas, ik heb mijn jas gewoon nog steeds aan. Gierig. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gemaakt. Ik heb een tijdje geleden ook gemaakt, lang niet meer gemaakt. Dus ik had de trek in. Kijk eens even. Chef ding hoor. Jongen. Lekkere pannenkoek met kersenvulling. Chocolade. Saus eroverheen. Verse chouderans. Dus kom maar op. Kijk waar mijn man blijft. Als jullie deze nog niet kennen, probeer deze alsjeblieft. Want je raakt verslaafd. Het is gevaarlijk. Jongen. Deze is vloeibaar. Deze is zacht. Deze is krokant. Gewoon 3-in-1. 2 all day, every day hoor. FIFA 17. Verslaafd.nl. Dus als iemand ingemaakt wil worden, je naam moet je maar even hierbij zetten. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toedaan. En de kast zit in elkaar, hè? Een beetje hulp van mij. Anders was het niet gelukt. Die kast best veel verwit. Gewicht, die deuren. Dus als ik hem niet had vastgemaakt, zou die omvallen. Mm-hmm. Huh? Omvallen, vaja. Dus nu zit hij stabiel. Veel beter, hè, zo. Mm-hmm. En die deurtjes kunnen dicht, dus dan zit alles lekker daar. Dat is wel de bedoeling, anders kon je eens goed de kast houden, dan zien we dicht kon. Netjes, hè? Zo. Wat netter. Wat strakker. Ja, beter. Tevreden. En we zijn nu dus in Bataviastad bij de Polo Rolf Lauren. Zij is aan het passen en ik twijfel tussen twee shirts. Ik weet niet welke ik moet gaan doen. Deze donkerblauwe of deze groene. Twijfel. Hey Leine, ik vind je nog steeds een fatu man. Want je hebt die push-ups nog steeds niet gedaan. Steeds oh, buikspieren heb je nog steeds niet gedaan. Klopt. Dus die twee barkie, die wil ik nog steeds zien op die vlog van Dwayne. Komt goed, ik ga hem zeggen. Rustig. Is goed man, fijne dag. Kijk, Seiki hier al. Hij is geslaagd, hè? Jongen. Altijd geslaagd.nl. Snap je? En ik had geen keuze kunnen maken. Dus ik heb beide shirtjes heb ik gedaan. Seiki draagt ze ook nog, hoor. Ja, we gaan het tegelijk dragen. Ja, sowieso. Enge kleurtjes. Hoog, man. We gaan gecamoufleerd, gaan we de kant op. Hou op, man. Probleem. Ik wilde net mijn vlog gaan editen. Maar voordat ik dat ga doen, neem ik een brain cap. Ik weet niet of het scherp stellen. Hier scherp. Ja, zuiver. Ik las er een tof artikel over. Positief artikel. En ook op Phonics hoor ik erover. Dus ik had het toegestuurd gekregen.
En het schijnt dus dat je concentratievermogen gaat omhoog. En aangezien we maar 10% van onze hersenen gebruiken, dacht ik, laten we het maar proberen. Misschien word ik dan slim of zo. Hè? Net als die film Limitless of Lucy met Scarlett Johansson. Gevaarlijk, man. Mijn brein wordt gewoon groot en dat soort dingen. Maar, excuses. We zullen zien of het gaat werken. Maar ik las dus erover dat veel studenten het gebruiken voordat ze toetsenweek hebben, tentamens, noem maar op. Zodat ze betere resultaten zullen behalen. Nou, ik ga het zo meteen proberen. Kijken of ik iets ga merken. En ik wilde dus net het alarm inschakelen. Toen dacht ik opeens dat vanochtend was fire. Want we hebben 's nachts dus ook alarm aanstaan, ook wanneer we weg zijn. Maar zodra een raam open gaat, deur open gaat, gaat het alarm af. Maar we hebben ook sensoren in huis. Dus vanochtend liep ik heel tranquilo naar beneden. En toen ging ik liepen. En toen was hij aan het voorbereiden om af te gaan. Je hebt dan 3-4 seconden. Dus ik zei, Manon, snel alarm uit. Gelukkig was Manon snel met de afstandsbediening. Anders ging die alarm af en hij gaat hard. En dat was het probleem. Dus politie, alles ter plaatse. En dat was het. Probleem was fire. Dus gelukkig was Manon alert vanochtend. Maar dat moet me niet meer overkomen. Maar ik ga zo meteen heerlijk slapen. Doe ik weer het alarm aan. En ik moet het niet vergeten morgenochtend. Dat ik het moet uitdoen als ik naar beneden ga. Want we hebben hem niet zo heel lang. Maar je weet het maar nooit, hè. Dus vandaar hebben we gewoon een goede alarm aangeschaft. Voor het geval dat kan beter voorkomen dan genezen, zegt ze ook wel. Voor dus, dat vieze mag ik eens hierheen komen. Snap je? Daarom, dat is het. Maar ik ga nu lekker slapen. Of tenminste over 10 minuten, want ik ben nog bezig op de laptop. En daarmee ga ik de vlog ook afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het toch een vlog. De duimpjes omhoog natuurlijk. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zien jullie mij in de volgende video. Ciao, ciao. Zeg hallo. Nog mensen thuis. Tot de volgende keer.